Vraag jij je af wat jij als ondernemer nou echt kunt met al die mogelijkheden die video biedt op TikTok, Reels, LinkedIn, YouTube? In deze video leg ik je uit welke unieke kans video jou biedt en hoe je daar optimaal gebruik van maakt en dus zonder dag en nacht bezig te zijn met video's maken en content. Ik ben Elisabeth, de videovakvrouw. In een wereld vol onzichtbare ondernemers is je eigen smartphone genoeg om jezelf een podium te geven. Precies voor de mensen die jij graag wilt bereiken. Abonneer je op dit kanaal, want ik help jou om jouw bedrijf zichtbaar te maken bij jouw toekomstige klanten. Wat denk je? Ben ik een beetje een echte vlogger? Of toch niet? Het is maar net aan wie je het vraagt. Het woord vloggen heeft zo langzamerhand een beetje een vage betekenis gekregen. Eén ding is zeker, video biedt jouw bedrijf unieke kansen die elk ander marketingmiddel je niet biedt. Het is voor grote bedrijven, kleine bedrijven en zelfs voor ZZP'ers die zich eigenlijk helemaal geen ondernemer voelen. Het woord vloggen, ja, dat komt van video bloggen, een soort dagboek op het internet in videovorm. Sommige mensen zijn daar waanzinnig succesvol mee geworden en ze hebben miljoenen abonnees en ze zijn heel erg populair en ze verdienen ook heel veel geld. De andere kant is dat ze ook heel veel van hun privéleven moeten laten zien en dat ze keihard werken, elke dag weer op zoek naar nieuwe, goede content, meer subscribers en meer duimpjes omhoog. De vlogger burn-out is dan ook een heel bekend verschijnsel. Video gebruiken voor je bedrijf wordt soms zakelijk vloggen genoemd. Maar ja, hoe ziet dat er dan uit? Ga je dan ook voor zoveel mogelijk abonnees en duimpjes en laat je ook je huis, je gezin en je hele privéleven zien? Ik heb het gevoel dat je daar misschien niet op zit te wachten. Er is een manier om video zakelijk te gebruiken met behoud van je eigen privéleven en zonder dat het zoveel tijd en moeite kost. Wil jij video zakelijk inzetten? Maak dan dus gewoon video's die te maken hebben met jouw core business, met je producten en met je klanten. Dan hoef je dus ook niet zo keihard te werken om je video's grappig te maken of entertainend te maken en duizenden views te krijgen. De video's voor jouw bedrijf, die maak je alleen voor jouw doelgroep en voor niemand anders. Dat noemen we dan niet zakelijk vloggen. Dat noemen we content marketing. Klinkt een stuk beter en het is ook nog eens hele goede marketing. En die video's, die kun je overal plaatsen waar jouw doelgroep is. Of het nou YouTube is of TikTok of Instagram. Je hebt het voor het uitkiezen en je kunt ze ook allemaal gebruiken. Je kiest dus zelf hoeveel je laat zien van jezelf en je leven. En iedereen die een video van jou gezien heeft, heeft meteen het gevoel jou al een keer in het echt ontmoet te hebben en je al te kennen. Dat lukt je dus nooit met een tekst en een foto. Dat merk je al aan deze video. Dus video voor je bedrijf, ja, zeker doen. Vloggen voor je bedrijf. Ik zou er nog even over nadenken hoeveel van je leven je wilt laten zien en hoe hard je ervoor wilt werken. Want het kan echt een stuk gemakkelijker. Ga jij vloggen voor je bedrijf of kies je voor die andere manier van video inzetten? Video marketing, content marketing, hoe je het ook noemt. Vertel het me in de comments onder deze video. En als je nou op zoek bent naar een manier om met een script je video op te nemen en toch spontaan over te komen, kijk dan even naar deze video, want daar leg ik dat precies uit.